Leuk dat je kijkt naar de weekvlog van deze week. We gaan op ziekenbezoek bij Sterre en in de video van morgen leg ik precies uit wat er aan de hand is. In deze video dus nog niet, maar morgen echt stap voor stap wat er allemaal gebeurd is en wat er aan de hand is met ons sterretje. En een paar stukjes video van Kim en Christine. Dus heel fijn dat die ze op wilden nemen. Morgen zul je begrijpen waarom. Veel plezier met kijken. Wat een prachtig weer. Het is zaterdag. Tess gaat eerst even op Ronaatje rijden. En daarna op La Diva een buitenritje met de manege. Gaat die goed? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dacht ik. Dus eerst even lekker stappen. Nog even draven. Misschien even een klein stukje galopperen. Maar het is erg warm, dus we doen lekker rustig aan met haar. Ik loop op haar stoken. Kijk maar op Pinkie. Volgens mij rij je alleen maar op Pinkie. Bink dek lekker op je gras. Is lekker Bink. Hè? Datum mag op Quickie. En datum op Quickie. En op het oude zaad van Skylet. Yay! Dat is fijn? Ja. Quickie denkt ook, geef mij maar een happy. Het is gelijk opgeruimd hier. Ik heb net al een hele bak. Bijna een hele bak. Okay. Hele bak wat? Snoepjes op zijn hoofd. En Donna, die zit op Robbedoes? Nee. Sorry, op Melbourne. Er zijn twee Donna's. Sorry. Wat een feest allemaal, jongens. Oh, een hele grote pony, een heel klein meisje. Ja, dat is lastig, eigen dekjes. Nou meiden, ik zou zeggen veel plezier met rijden. Zondag wedstrijddag en Tess is even lekker in de binnenbak, ondanks dat het onwijs warm is. Lekker met Vroontje. Vroon heeft nog erg veel de tong naar buiten. Zij zullen weer op moeten gaan rijden straks, hè, Mutsy? Ja. Maar ze doet het goed. Lekker paard. Zo, het is maandag en ik heb de paardjes even buiten gezet. Ik dacht, dan ga ik Alice eventjes hier uitlaten in plaats van thuis. Dus weer zo'n andere omgeving. En dan hier de veulentjes. Leuk hè. En daar is Alice. Waar ben je? Daar. Alice is zich net rot geschrokken, want er staat stroom op draad. En zij dacht, ik ga onder het draad door. Ja. Dat moet je niet doen hè. Nee, dat is niet handig. Dus we gaan lekker even wandelen. Zo, het is wel winderig, want jeetje, wat is het toch heerlijk zo hè. Prachtig. Daar is de manege. En dat felle zonlicht daar ergens, achter het water. En Alice. Die heeft een stukje bal gevonden. En die moet ik schoppen. Kijk zo. Wacht ze. Dan schop ik hem. Valt niet veel te schoppen, maar dan is ze weer happy. Lekker ding. We zijn bij Sterretje op bezoek. Op ziekenbezoek. Ze vindt er ook nog wat van. Die is best voor Rona en Henja. Nou ja, ze zijn er hier ook andere paardjes. Nee. Ik heb een ster. Zo, lekker poetsen. Nee, wil je niet gepoetst worden? Lekker ding. Nee, zegt ze. Ja. Het is een beetje raar dat we doen. Ik heb kusjes geven en vragen om eten. Misschien heb ze honger in haar buik of zo, ik weet het niet. Nee, zegt ze, ik heb geen honger in mijn buik. Zo, even lekker kriebelen. Nee. Ik vind ster toch het allerfijnst. Gewoon lekker haar hoofd kriebelen. Lekker een sterretje. Ja. Zo, nou is het weer genoeg.
Kim pleegt even groot onderhoud aan Verona. Kijken naar de weekvlog. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet naar de video morgen te kijken. En ik zie je heel graag volgende week. Doeg!